Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze haakgrip kunt maken met een Rainbow Loom. Vanaf nu zullen we waarschijnlijk meerdere video's volgen over de Rainbow Loom en waarschijnlijk minder over de Fun Loom. Oké, ik ga voor deze haakgrip blauwe, oranje en roze bandjes gebruiken. Oké, we beginnen met het verstellen van je Rainbow Loom. Ik haal de middelste rij pionnen eruit. En die leg je dan aan de kant. Voor deze haakgrip heb je 4 pinnetjes nodig. Over de eerste 2 pinnetjes links doe ik een blauw elastiekje. Dan pak ik mijn haaknaald. Doe ik de buitenste kant van het elastiekje. Pak ik en die doe ik over het pinnetje rechtsboven. Dan pak ik de binnenkant van het elastiekje en die doe ik over het pinnetje rechtsonder. Zo ziet het er dan uit van dichtbij. Dan pak ik mijn volgende kleur, oranje. En eerst duw ik nog even het blauwe elastiekje goed naar beneden. Dat is wel belangrijk. Dan pak ik de oranje en die doe ik gewoon normaal omheen. Als een vierkant of rechthoek, hoe je het ook maar wil bekijken. Dan pak je het onderste blauwe elastiekje en die doe je over het elastiekje en over het binnetje heen. Dan pak je ook dit blauwe elastiekje. Dat doe je over het pinnetje heen en over het elastiekje. Dan pak je deze. Doe je er ook overheen. Dan pak je de laatste. Doe je er ook overheen. Dan pak je je volgende kleur. Dan druk je het eerst even goed naar beneden. De volgende kleur doe je er ook weer als een vierkant of rechthoek, hoe je het maar wil bekijken, zo doe je hem er weer op. Dan pak je het onderste oranje elastiekje en die doe je er overheen, over het pinnetje heen, over het elastiekje. Dat doe je bij ze allemaal. Dan pak je je volgende kleur, eerst druk je het weer even naar beneden, dan pak je je volgende kleur, bij mij is dat blauw. Die doe ik er weer overheen als een rechthoek. Dan pak ik mijn haaknaald. Pak het onderste roze elastiekje en doe ik er overheen. En dit herhaal je steeds totdat je haakgrip lang genoeg is om om je haaknaald te doen. Ik laat het nog één keer zien. Doe het elastiekje er onder een rechthoek omheen. Pak het onderste elastiekje. Doe je er bij alle pinnetjes overheen. Zo ziet het er dan uit. Oké, mijn is nu lang genoeg. Dan pak je je haaknaald en die steek je eronder erin. Dan trek je hem er telkens verder in. Dat is een beetje lastig om te laten zien. Dan druk je hem er telkens verder in. En verder en verder. En dan draai ik mijn loom weer even om. En dan is hij bijna boven en dan druk ik hem nog wat verder. Zover. En dan ga ik aan de onderkant weer verder naar beneden trekken. Zodat die ongeveer goed zit. Dan duw ik de bovenkant weer wat naar beneden. Dan trek ik de onderkant ook weer een beetje naar beneden. Totdat hij zit zoals je wil. Mijne zit nu goed. Dan pak je even een andere haaknaald. Ik gebruik niet zo. Ik gebruik gewoon een klein haaknaaldje. Dan pak je een oranje, een deel van het oranje elastiekje van het pinnetje. Die doe je over je haaknaald heen. Het is een beetje lastig om te laten zien. Maar luister maar gewoon goed en kijk naar wat ik doe. Je pakt ze van alle pinnetjes af en doet ze allemaal over je haaknaald heen. Nu pak je de laatste van het pinnetje af. Over je haaknaald.
was de video. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.